welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een full face met niks nieuws deel. Ik weet niet eens welk deel dit is. I don't know, deel 300. Voor de mensen die dit videoconcept niet kennen, dit zijn video's die ik maak om mijn make-up een beetje op te maken. Ik heb een heleboel make-up, omdat dus make-up mijn werk is. Ik koop heel veel make-up, ik krijg heel veel make-up en er blijft gewoon een heleboel make-up ongebruikt die ik wel gewoon heel goed vind en wel wil opmaken en dat soort dingen. Dus dit soort video's maak ik om mijn make-up een beetje op te maken en wat oudere make-up weer opnieuw te gebruiken. Ik vind het ook altijd super satisfying als make-up opgaat. Dus daarom maak ik deze video's. En in deze video's maak ik ook altijd hele leuke, meestal creatieve, heftige make-up looks. Want dat vind ik altijd leuk om mezelf gewoon een beetje te laten gaan op een leuke, creatieve manier. Heel vaak als ik zo'n leuke, creatieve, aparte look maak, krijg ik ook af en toe reacties van: Sarah, deze look is niet mooi. Als je zou gaan voor een meer soft, glam look of een meer naturel look, dat zou je veel beter staan. En dan denk ik echt bij mijn eigen: deze look is ook niet om mooi te zijn. Denk je dat ik een regenboogcatcrease op mijn ogen creëer om mooier te zijn? Ik weet ook wel dat gewoon een mooie natural look mij mooier maakt. Dit soort looks zijn gewoon echt voor de lol. Ik weet ook wel dat ze niet draagbaar zijn. Al gaat de look van vandaag op zich best wel gewoon draagbaar zijn. Maar over het algemeen zijn mijn creatieve looks niet draagbaar. En dat is de bedoeling, mensen. Dus dat wilde ik nog even erin gooien voor de mensen die het niet helemaal begrijpen ofzo. Het is gewoon een beetje een soort van kunst in de make-up op je gezicht, als je begrijpt wat ik bedoel. You're the creator. Anything that you want, you can build here. This is your world. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Ik ben bijna bij de 30.000 abonnees. Dus alsjeblieft, abonneer allemaal. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Zoals je misschien al is opgevallen, heb ik kleurlenzen in. Ik zal beneden in de beschrijving zetten welke lenzen dit zijn, voor het geval je ze ook wil. De look die ik vandaag ga maken is een beetje Barbie meets zomer. Dus het is een beetje een Barbie zomerachtig lookje. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Daarvoor gebruik ik deze Pixi gezichtsolie. Deze is echt super super fijn om te gebruiken als primer als je een normale of droge huid hebt. Je kunt hem ook mixen met je foundation, maar dat doe ik altijd niet. Ik doe het gewoon altijd eronder. Dat vind ik de fijnste manier om dit product aan te brengen. Dit gaat ervoor zorgen dat ik een beetje een soort van vettige basis krijg, waardoor alle producten niet helemaal uitdrogend worden op mijn gezicht. Dan is het tijd voor foundation. Ik gebruik mijn Catrice True Skin Foundation. Deze gebruik ik in de kleur 039 Warm Olive. En de spons die ik gebruik is van Elf Cosmetics. Dit is echt een hele fijne, betaalbare foundation met een medium tot volledige dekking. En deze kleur is ook echt een perfecte match met mijn huidskleur. Ik vind niet heel vaak zo'n perfecte match, dus I love it. Dan ga ik ook cream contouren. Dat ga ik doen met mijn Huda Beauty Tempour in de kleur medium. Dit wordt echt gewoon een full glam make-up look. Dus we gaan er gewoon helemaal voor. En dan breng ik een heel klein beetje aan. Want van dit product moet je niet te veel aanbrengen. Anders wordt het echt heel modderig. En dat is echt niet mooi. Dus gewoon zo en meer niet. Voor concealer ga ik in met mijn Tarte Shape Tape. Deze heb ik in de kleur Light Medium Sand. Deze is bijna op, dus deze wil ik heel graag opmaken. Ik gebruik deze concealer niet heel vaak op beeld, omdat hij hier dus niet te koop is. Deze had ik gekocht bij Sephora in Spanje. Maar ik hou er niet echt van om dingen op beeld te gebruiken die jullie niet hier kunnen halen. Want dan is het een beetje, ja, voor niks. Dus vandaar dat jullie deze concealer niet heel vaak zien. Maar ik gebruik hem wel vaak, daarom is hij ook bijna op. Dus deze wil ik nou iets vaker gebruiken. En dan kan ik hem gewoon opmaken en dan heb ik weer wat meer plek in mijn concealer. En dan als losse poeder gebruik ik mijn Elf Halo Glow poeder. Deze poeder is echt al bijna op. Ik kan hem denk ik nog 1 of 2 keer gebruiken of zo, zoals je kunt zien. Dus deze ga ik ook eventjes opmaken. Nou, de poeder is gewoon nog steeds niet op. Elke keer wanneer iets bijna op is, dan voelt het alsof het ineens een eeuwigheid erover doet om echt helemaal op te gaan. Dat is altijd zo apart. Ik denk dat ik deze poeder ook zeker opnieuw ga kopen, want ik heb geen enkele glanzende poeder. En ik vind hem gewoon echt heel erg fijn, dus deze ga ik denk ik wel opnieuw kopen. Dan ga ik mijn neus contouren met het Revolution paletje en ik gebruik deze bruine kleur. Zijn er hier ook andere mensen die echt per se hun neus moeten contouren? Dit is echt zo'n extra stap die echt
helemaal niet per se hoeft. Maar wat voor look ik ook maak, mijn neus moet per se worden gecontoured. Al ga ik voor de meest natural look ever, mijn neus wordt gewoon gecontoured. Dat moet nou gewoon echt, want ik zie echt verschil als ik het niet doe. En omdat ik gewoon zo gewend ben om mijn neus te zien als hij is gecontoured, is het nou alsof hij super breed is als ik het niet contour. Dus ja, ik ben al helemaal verslaafd eraan. Dan ga ik in met mijn MAC Fix Plus om mijn gezicht te hydrateren. Lekker veel. Je gezicht mag er echt helemaal zo nattig uitzien. Dat is echt niet too much of zo. En dan gelijk zo droog waaien. Of je hoeft niet per se te waaien. Je kunt ook gewoon zo zitten en wachten. Alleen dan moet je best wel lang wachten totdat het droogt. Dus als je gewoon zo lekker waait, dan is het heel snel droog. Ik had ook ooit zo'n elektrische waaier. Alleen die is echt kapot gegaan na echt like 2 keer gebruiken. Oké, altijd wanneer ik mijn hele basis make-up heb gedaan, ga ik altijd over naar mijn ogen. En voor mijn ogen ga ik dit neon oogschaduwpaletje van Huda Beauty gebruiken. Dit is de oranje versie, maar ik zie niet echt een naam of zo. Het is in ieder geval gewoon de oranje versie. Ik weet dat ze volgens mij ook nog 2 andere kleuren hebben. Ik meen me te herinneren dat ik dit paletje niet eens zo heel erg fijn vond of zo, maar toch ga ik hem vandaag gebruiken, want ik wil deze 2 gele kleuren gebruiken. Want ik ga een beetje een gele zomerse smoky eye maken. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Ik ga eerst beginnen met het primen van mijn oogleden en daarvoor gebruik ik deze P. Louise Base in de kleur Rumor 01. Vooral als je ingaat met een felle kleur of felle kleuren is het echt heel belangrijk dat je een goede oogschaduwbasis aanlegt met een goede primer. Want dit gaat er echt voor zorgen dat de kleuren straks er veel feller uitzien. En vooral met een moeilijke kleur als geel kan ik echt alle hulp gebruiken om het wat feller te maken. Dan ga ik als eerste in met deze gele matte kleur. Dit is basically de enige kleur die heel deze ooglook gaat creëren. En dan pak ik een platte fluffy kwast. Deze is van Boosty Shop nummer UP24. En dan ga ik deze kleur indrukken op mijn hele ooglid. Kijk even hoe fel deze kleur aanbrengt. Dat komt ook echt door de oogschaduwprimer die eronder zit. Dat is echt een hele belangrijke stap. Onderschat nooit de kracht van een goede oogschaduwprimer. En dan ga ik het ook zo langzaam uitblenden in mijn arcadeboog. Dan ga ik in met deze gelige glanzende kleur. En die pak ik gewoon een beetje op met mijn vinger. Deze is zo heel mooi geel-goud glanzend. En die breng ik dan gewoon aan op het midden van mijn ooglid. Om een beetje glans te creëren. Oeh, I love it. Dit geeft toch echt iets extra's aan de ooglook. Zie je het verschil met deze kant? Deze kant is nog helemaal mat. En hier heb ik die mooie glanzende kleur aangebracht. Het geeft echt zo'n extra pop, waardoor je ogen nog meer opvallen. Dan ga ik in met deze neon eyeliners van Anastasia Beverly Hills Norvina collectie. En zoals je kunt zien, is hier in het midden een hele mooie gele kleur. Dit is echt een hele felle gele neon eyeliner. En die wil ik dus ook gaan aanbrengen als zo'n winged eyeliner. En om dit aan te brengen gebruik ik zo'n hele kleine kwast. Deze is echt ideaal voor dit product. Dit is een kwast van Zoeva nummer 315, de Fine Liner. Dit product van Norvina is zo ontzettend fijn. Wat je gewoon moet doen is dit een beetje nat maken. Daarvoor gebruik ik MAC Fix Plus. En dan gewoon ingaan met je kwast. Doordat deze gele neon eyeliner zo ontzettend geel is, lijkt het nou alsof de oogschaduw oranje is. Dat contrast verandert nou een beetje de oogschaduw in een beetje een oranje kleur ofzo. Maar ik vind het gewoon alsnog heel erg mooi. Als mascara gebruik ik deze Bambi mascara van L'Oreal. En als nep wimpers gebruik ik mijn eigen wimpers van mijn eigen wimpelcollectie in samenwerking met Boosty Shop. Voor de mensen die het niet weten, ik heb mijn eigen wimpers uitgebracht in samenwerking met Boosty Shop. En ik heb 3 verschillende stijlen uitgebracht. Ze zijn alle 3 te koop bij Boosty Shop. En dit is de stijl Lash Tastic, een van de mooiste stijlen van de 3. Dus deze ga ik vandaag opdoen. Oké, daar ben ik. Wimpers zitten erop. Wimpers aanbrengen op gelifte echte wimpers is zo'n gedoe. Oh my god, maar het is gelukt. Ze zitten er weer op, soort van. Deze wimpers zijn echt amazing. I love them. De bronzer die ik ga gebruiken is mijn Benefit Hoola Caramel bronzer. Een van mijn favoriete bronzers. Ik vind alleen de verpakking zo irritant. Mijn kwast kan er niet gewoon zo lekker in ofzo. Voor blush gebruik ik deze fel fel roze matte blush van Makeup Studio. Dit is de kleur nummer 48. En dit is echt een hele felle roze blush. Als je hem zo ziet, denk ik echt van wow, dit is echt way too much. Maar het valt wel echt mee. Als je veel aanbrengt, is het wel heel veel. Maar als je gewoon een klein beetje oppakt, dan krijg je gewoon zo'n hele mooie subtiele roze blush. Ik ben echt obsessief met roze blushes. Ik vind het zo mooi.
Als highlighter gebruik ik deze iHeart Revolution X Aristocats highlighter. Deze is echt super cute en echt heel erg mooi. En dan de lippen. Voor de lippen ga ik ook voor iets heel fels. Ik ga voor heel fel roze. Ik heb deze NYX Shine Loud Lip Gloss in de kleur Lead Everything. En dit is echt een fel roze lipstick. Oh mensen, deze lipstick, I love it. Of ja, lipgloss. Het is eigenlijk een lipgloss. Ik hou van deze NYX Shine Loud lipglossjes. Dit hele concept van hier een matte liquid lipstick en hier een lipgloss. En dat het ook echt heel erg goed blijft zitten is echt amazing. En dan als laatste nog fixing spray. Ik gebruik mijn Morphe Hydrating Fixing Spray en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn Barbie meets zomer make-up look. Wat vinden we ervan? Het is best wel heftig doordat ik een heleboel heftige dingen heb gecombineerd. Alleen je kunt hiervan echt wel een draagbare look maken. Als je deze gele eyeliner weghoudt, dan is het gewoon echt draagbaar. Dan is het gewoon een leuke gele smoky eye. En misschien met een nude lipje of zo. Maar ik hou van het heftige effect. Ik hou ook van deze lippen. Ik vind zo'n fel roze echt super, super mooi. I love it. Let me know wat je van de look vindt en van de hele video. Ik hoop dat ik jullie weer een beetje heb vermaakt vandaag en een lach op jullie gezicht heb gebracht met al mijn onzin. Ik vond het echt heel leuk om deze look te maken. Ik ben echt heel blij met hoe het is geworden. Het is gewoon helemaal goed gegaan. Vergeet ook niet een kijkje te nemen op Boozy Shop voor mijn wimpercollectie. En ja, al met al is het vandaag gewoon echt heel erg goed gegaan. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!